De aardappeltjes doen het goed. Ik heb geen last van Colorado-kevers. Tot nu toe. Geen Phytophthora of andere dingen. Mijn herfstprei en winterprei, ja, die gaan ook prima. Ze zijn bijna een potlooddikte. Dus het duurt niet lang meer voordat ze op hun vaste plek kunnen worden uitgezet. In de kas heb ik hier links een klein stukje met aardappelen. En hier rechts twee potten met cherrytomaatjes. Ik geef ze heel veel water. Ze zijn gek op water. En alles wat er doorheen sijpelt, daar hebben de aubergineplanten die daaromheen staan weer profijt van. Ik moet nog steeds wat aardappelen uitpoten. Mijn courgette in de kas heeft het heel erg naar zijn zin en die begint al te produceren. Sla is een beetje doorgeschoten, maar we hebben zoveel sla gegeten. Wat peulvruchten, kousenband, kijken of dat lukt. Mijn paprika beginnen voorzichtig bloemetjes te maken, dus dat duurt ook niet lang meer voordat er vruchten in komen. Hier de koriander en rechtsboven een komkommer. In de tuin heb ik de maïs lekker ver uit elkaar gezet. En dan hoop ik dat de pompoenen daar tussendoor groeien om de bodem te bedekken. En dit zijn de aardbeien. Wat heb ik hier al veel van geplukt. De test met rechtstreeks in het compost zaaien. Nou, ik laat je zien wat ik ervan vind. Dit is de rode biet. En ik heb dezelfde rode biet, dezelfde zaden, in een volle grond gezaaid. En ze lopen even langs mijn knoflookveldje. En die zien er zo uit. Dus, Charles Doding, eat your heart out. Nou zal het ene compost de andere niet zijn, maar dit ziet er toch beduidend beter uit. Zelfs het onkruid. Nou ja, goed. De uitjes die ik in de compost heb gepoot, zien er zo uit. En de worteltjes die komen ook op. Beetje gelig. Maar ze halen het niet bij de uitjes en de wortelen die ik in de volle grond heb gepoot en gezaaid. Kijk. Zo zien de wortelen die ik rechtstreeks gezaaid heb in de volle grond. We hebben heel veel last van slakken gehad. Ze zijn ook heel veel weggevreten. Maar ja, dit ziet er toch beduidend beter uit. Er zijn nog een paar stukken helemaal kaal. Daar komen de winterkolen op. Spruiten en dergelijke. En hier heb ik alvast knoflook geoogst. Veldje is schoongemaakt. En daar gaan mijn droogbonen in. Ik doe er 4 in een potje. En dan zal ik binnenkort de staken opzetten. Net zoals hier mijn buurman. En dan volgende keer laat ik jullie zien hoe dat geworden is. Bedankt voor het kijken.